Laat het aan dokters over. Freek? Daar ben ik het helemaal mee eens. Wat Els Borst zegt over anderen dan medici. En je kijkt dan bijvoorbeeld naar geestelijk verzorgers. Nou, dan ben je toch ook een leek? Wat weet ik nou van het medische gebeuren, van de medische diagnose, van de medicatie? Daar weet ik eigenlijk, misschien door mijn ervaring, wel allerlei sprokkeldingetjes van. Maar dat is mijn vak niet. En ik vind ook, dat is de verantwoordelijkheid van de arts. Maar het gesprek erover? Die meneer, hè, die zei van, goh, daar kunnen misschien ook andere mensen soms wel beter over. Oké, het gesprek daarover, uiteraard zijn mensen daarover, net zoals heel veel levenskwesties, uitermate welkom bij een geestelijk verzorger. In de eerste plaats in een individueel gesprek. Dat wil dus ook zeggen dingen die mensen niet zo gauw aan de dokter vertellen, niet zo gauw aan familieleden vertellen, niet zo gauw aan verpleegkundigen vertellen. Die kun je dus, omdat de geestelijk verzorger een specifieke beroepsgeheim heeft, bij de geestelijk verzorger kwijt. Deze mevrouw wil wat zeggen. Ja, ik vind ook dat het in het medische domein hoort. Maar wat ik vanavond hoor, is dat de interpretatie van dat medische domein zo verschillend is bij die mevrouw de longarts, als het somatisch is. En er staat een hele lijdensweg te gaan van chemobestraling en nog een keer chemo en nog een keer bestraling. En alle bijwerkingen met 11% kans. Geen kans op genezing, zei u. Er werd u nog uitdrukkelijk over ondervraagd. Geen uitstel, genezing. Geeft u de patiënt niet eens de optie? U noemt het niet eens. En dan hoor ik bij dokter Huisman. Hoor ik bij dokter Huisman het omgekeerde. Namelijk, die psychiatrische patiënt wordt echt door een vleesmolen gehaald. Voor u eindelijk nog tenslotte dat bekertje in de handen duwt en zegt: zuipen, kreng. Zelf zijn. Geef het Johan de gelegenheid geven erop te antwoorden. Ja, de stelling van Hans, van hoe zou het, want daar gaat het toch om, hoe zou het anders kunnen? Ik zou het in ieder geval, dus nog los nog van mijn rol als bestuurslid van de NVVE, waar we natuurlijk ook indringend over deze zaken spreken. Ik, ook als psychiater denk ik dat het heel goed zou zijn als niet-medische hulpverleners een meer belangrijke rol zouden gaan krijgen bij dit soort vraagstukken. En niet alleen bij psychiatrische patiënten, maar ook natuurlijk bij oudere mensen die om welke reden dan ook echt vinden dat hun leven voltooid is. Maar goed, dat geldt natuurlijk ook voor veel psychiatrische patiënten die al zoveel jaren aan het wikken en wegen zijn en al 20 jaar aan schizofrenie lijden en tegenwoordig dan standaard te horen krijgen: mevrouw, meneer, u moet uw hele leven lang echt medicijnen blijven gebruiken. Ik ben nog opgeleid in een tijd dat ik zei van, nou, in ieder geval 2 tot 3 jaar. En dan gaan we weer eens opnieuw kijken. Maar nu, ja, nu ben je levenslang veroordeeld. Dus nou, dat is natuurlijk toch ook wel heel indrukwekkend wat de patiënten daarover te horen krijgen van de dokters. Dus ik kan me goed voorstellen dat dan na vele jaren toch die vraag gaat komen. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat andere, dus niet-medische hulpverleners, daar een hele duidelijke voorbereidende rol in zouden kunnen gaan vervullen. Hoe je dat dan precies moet regelen, weet ik ook nog niet. 1, 2 of 3. Maar in ieder geval, er zal dan wel wetgeving nodig zijn. De wet zal wel enigszins gewijzigd moeten worden om dat dan ook mogelijk te maken. De NVVE denkt dan zelf aan bijvoorbeeld aan een model van gecertificeerde hulpverleners. Dus niet dokters zijnde, die natuurlijk toch wel erg ervaren zijn om met patiënten te kunnen spreken. Om over dit soort toch hele indringende levensvraagstukken over leven en dood met elkaar te kunnen spreken. Ik denk dat in ieder geval het heel goed zou zijn als daar meer in ontwikkeld zou worden. En in de huidige situatie
kan ik me ook voorstellen dat er een heleboel voorwerk, als het ware, door geestelijk verzorgers, met name psychologen, verpleegkundigen gedaan wordt. En dat de arts bij wijze van spreken veel meer op de achtergrond is dan nu het geval is. Alleen als het tot hulp bij zelfdoding komt, dan zal de arts op dit moment nog een duidelijke rol moeten vervullen. Rijn, wil nog even wat zeggen? Ja, ik denk dat we nou gekomen zijn op het punt van het professionele zelfbeeld, hè, van de medici en in het bijzonder van de psychiaters. En dan staan we denk ik ook op een kruispunt. In ieder geval op een mogelijkheid met meer een paar opties. Ik leg ze maar even voor. Kunnen ze zelf kiezen, hè, vanuit het zelfbeschikkingsrecht? Kijk, burgers hebben recht op deze optie, op deze mogelijkheid. Hè. Els Borst heeft het uitgelegd. De wet staat er toe. Dus het is een burgerrecht om er op zijn minst over te kunnen praten. Nou kan het zijn dat de psychiatrie zichzelf in zijn concept verbreedt. En dus dat gesprek, dat niet puur medische gesprek, maar dat gesprek eigenlijk over de verhouding tussen draaglast, hè, hoe ziek is iemand, en draagkracht, hè, hoeveel kan iemand aan, om zich daarin te verdiepen en daarin een end mee te gaan. Nou, dan kunnen zij daar een hele belangrijke zelfdominante rol in blijven spelen. Dat lijkt mij eigenlijk heel goed als dat zou gebeuren. De tweede mogelijkheid is dat ze dat niet overdragen aan een andere beroepsgroep, al dan niet gecertificeerd, maar dat ze dat in multidisciplinair verband doen. Dus ik zou het jammer vinden, eerlijk gezegd, als er allerlei counselors zijn die alleen maar helemaal aan het eind, als de conclusie al getrokken is, bij die psychiater aan de bak kunnen om dat beroemde flesje dan te halen. Maar eigenlijk zou het veel beter zijn wanneer die psychiater permanent beschikbaar bleef om ook, laten we zeggen, medische aspecten die natuurlijk in die discussie met die patiënt ook aan de orde gaan komen, om die te beantwoorden. Echt de laatste optie die maar helaas dan overblijft wanneer men volledig in gebreken blijft en niet in beweging komt, ja, dat is dat we natuurlijk aan andere beroepscategorieën de hoofdrol moeten gaan geven. En die medici inderdaad alleen maar een soort apothekersrol gaan terugdringen. Ik zou dat betreuren. Maar vanuit het zelfbeschikkingsrecht van patiënten geredeneerd is dat laatste wel onvermijdelijk als de medische beroepsgroep niet meer in beweging komt dan nu het geval is.